bus light. Okay. The voorzitter van de CLO, de heer Ronald Hoekaert, per onmiddellijk ingang per heden 19 oktober 2020 af te zetten als voorzitter. Yes! Yes! Zijn er twee moties aangenomen? Ja. Om welke twee moties gaat het? De kern ervan is één, is dat het collectief eigenlijk de opdracht gegeven wordt om dus de onderhandelingen verder met de regering te voeren. Toch? En tot een goed resultaat te brengen. Dat is de eerste motie. En de tweede motie is een reactie op wat meneer Hoekaert vrijdag heeft gedaan, dat wij hem hier als voorzitter hebben afgezet. Hoe noemen we hem morele voorzitter? En daarom heb ik nodig dat we een motie tegen Hoekaert. De advocaten hebben ons duidelijk uitgelegd, niemand kan op dit moment namens CLO praten. Niet meneer Hoekaert, wij ook niet. Vandaar dat het advies is gekomen collectief van CLO-lidbonden. Want we zijn lidbonden van de CLO. Toch? Dus hier hebben we dus een aantal lidbonden van de CLO vergaderd. Niet CLO, een aantal lidbonden die verenigd zijn in het collectief. En die lidbonden van de CLO hebben een motie aangenomen waarin ze meneer Hoekaert als voorzitter hebben afgezet. Dat is een reactie op wat hij daar heeft gedaan. Vergadering, zijn jullie eens ermee? Ja, eens ermee! Maar als u aangeeft dat dit geen vergadering van CLO is, heeft zo'n motie wel zin? Dus als u zegt van zo'n motie zin heeft, natuurlijk heeft zo'n motie zin. De motie heeft zin dat wij als reactie nogmaals op wat meneer Hoekaert daar heeft gedaan met zijn royaume, hebben wij ook gezegd dat wij ook dat kunnen doen. En de groep hier, zo tenminste de lidbonden van de CLO die hier aanwezig zijn en de motie hebben ondersteund, die willen meneer Hoekaert niet meer als voorzitter hebben. Dat is de boodschap, is een message to sending. Hoe lang voorzitter heeft dat? Voorzitter heeft met de Juno, kan je alle de man? Het bestaat niet aan elkaar. In elkaar kan je maar van de gangster, want gangster is ook overal. Maar hoe blijft gangster? We voeren ons om ons doen. En daarom heb ik een tweede motie wat ik tegen man. Een tweede motie. Elke vergadering kan een motie aannemen. Meneer Hoekaert heeft ook daar geen rechtsgeldige vergadering voor. Maar met een motie, hij heeft gezegd 11 van die bonden willen ons royeren. We hebben gezegd van goed, maar 18 bonden hier willen jou afzetten. En nog een laatste vraag. Is deze rechtsgeldig dan? Wat zei je? Deze is wel rechtsgeldig. Het is rechtsgeldig in die zin. Het is niet rechtsgeldig volgens de statuten. Okay. Maar het geeft een signaal naar meneer Hoekaert toe. Totdat deze 18 bonden hem niet meer willen hebben. Dat is de rechtsgeldigheid die u zoekt. De rechtsgeldigheid is van meneer. We hebben een signaal gestuurd. De 18 bonden willen hem niet meer hebben als voorzitter. Het collectief bestaat uit mensen. Broeder, hoeders zijn van de landsdienaren. Big up aan de mesken! Big up aan de mesken! Dit soort conflicten, ook in de periode 93, 94, 95, toen er ook een scheuring was in de CLO, 3 jaar heeft het geduurd, is dat probleem opgelost bij de rechter. Er is een verkiezing onder de rechter gekomen. Dus de advocaten hebben uitgelegd van meneer, volgens de statuten moet het hoofdbestuur bij elkaar komen om een verkiezing uit te schrijven. Nu, een deel van het hoofdbestuur is hier, een deel van het hoofdbestuur is daarbij, meneer Hoekaert. Dus die twee groepen moeten bij elkaar komen en die moeten dan samen beslissen wanneer dus die verkiezing komt. Meneer Hoekaert heeft een andere actie ondernomen, heeft dus niet geantwoord op die brief. U moet die actie die vrijdag is gepleegd, moet u dus zien als een reactie eigenlijk op het schrijven van ons, toch? Hij heeft ook in een van die elektronische kranten heeft hij dus dat ook duidelijk aangegeven dat hij klaar is met de zaak. Dus hij gaat niet antwoorden op die brief. Dus als hij niet antwoordt op die brief, dan gaan wij nu naar de rechter om die verkiezing te laten uitschrijven. Succes allemaal. Let bonden van Wendik CLO, posleutel aan het collectief. Ja, libide, ja, onderhandelende. Alle lidbanden, alle de mensagwe. U kom maar een SOB, kom maar. Orde, kom maar, met onze programmatorie.